80% van de dagelijkse gesprekken zijn roddels. Soms is er gewoon echt niemand die een praatje met mij maakt. Eigenlijk kan ik bij wijze van spreken gewoon in de vuilnisbak voor de deur gaan zitten en mezelf laten ophalen door het afval, want niemand heeft het toch in de gaten. Hoi allemaal, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe Dies Denkt video. Dat wil zeggen, ik vertel hoe ik ergens over denk. Dit keer heb ik een onderwerp en dat is vriendinnen, oftewel vriendschappen. En wat nou eigenlijk een beetje de struggles zijn op het gebied van vriendschappen. Ik heb gisteren nog een keer een oproep gedaan met wat polletjes. Hier zijn de uitslagen daarvan. Tada! Ongeveer 13 keer geloof ik verhuisd, ook echt van plaats naar plaats. Hele verschillende fases doorgegaan in mijn leven en daardoor heb ik ook echt heel veel verschillende soorten vrienden gehad. Ik ben erachter gekomen dat ik zelf persoonlijk vaker makkelijker contact onderhoud met mannen dan met vrouwen. Iedereen die onze vlogs bekijkt denkt dat ik een soort van driehoeks word. Dat Joris mijn broer is of zo, of jouw broer. Jij denkt gelijk weer die richting op, hè? Sorry, ja, hallo. Hoi. En ik kies vaak toch wel mijn werk boven mijn vrienden. I know, niet echt goed. Maar ja, ik heb een gezin. Ik heb mijn werk. Dat is mijn passie. Er gaat volledig alles helemaal in op. En dat is eigenlijk al jaren zo. Ik heb al vanaf mijn 18e een eigen bedrijf. En ik ben daar vol in gegaan. En daar is eigenlijk een beetje de struggle ontstaan met wel of niet onderhouden van vriendschappen. In mijn beleving zijn er verschillende soorten vriendinnen. En dit is ook een stukje wat ik heel erg uit het berichten van jullie haal en dat is, je hebt heel veel vaak te maken met fasevrienden. Dat betekent dat bepaalde vrienden gewoon jouw vrienden zijn in een bepaalde fase van je leven. Ik heb gedanst, daar zijn veel vrienden uit voortgekomen. Maar aan de andere kant was dat ook de reden voor mij dat ik eigenlijk weinig vriendinnen had. Want dansen was zo'n passie voor mij en elk weekend was ik aan het dansen. Dus ik had eigenlijk helemaal geen tijd om uit te gaan met vriendinnen. The constant rush, dopamine crash, I'm sleeping with the feds. Het vervelende daarvan is dat ondanks dat je heel veel met elkaar werkt en dat je echt wel als vriendinnen voelt voor elkaar, zelfs dat je ook gewoon privé dingen gaat doen met elkaar, dat je toch op het moment dat je stopt met dansen, dat je merkt dat het gewoon verwatert. Wat super jammer is, want eigenlijk zou ik stiekem best nog wel eens eventjes af en toe willen stappen met dit soort meiden om gewoon even zo'n lekkere uitlaatklep vriendengroep te hebben. Maar helaas, ik zit niet in zo'n Sex in the City groepje. Dat vind ik wel echt heel erg jammer. We're going out. Who's on the phone? All of us. It's the future. Dat is zo, lijkt me zo cool. Nou, dan heb je natuurlijk de aanhangvrienden. Dat zijn ook, ja, je hebt dan zeg maar een relatie. Ik weet niet of sommige vrienden dit herkennen. Maar dan, dan heeft je vriend vrienden. En die vrienden hebben weer een vriendin. En dan ga je logischerwijs met elkaar om. Maar je hebt deze mensen niet zelf gekozen. Dus of die klikker is, I don't know. Dan heb je natuurlijk de collega vrienden. Wat in mijn beleving eigenlijk heel relaxed is. Want zij weten namelijk hoe ik me voel. Ik ben super veel met werk bezig. Ik merk ook als ik collega's tegenkom. Ik merk gewoon dat het gewoon lekker is om ermee te praten. Omdat ze weten waar ik het over heb. Ze snappen mijn struggles. Look alive. Okay, got it. Hebben we het? Wauw, kijk ons hier even zitten. En dat is echt heerlijk af en toe. Dan heb je natuurlijk nog de BFF. Dat is zo'n vriendin die ik gewoon echt niet heb. Ja. 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 Ik denk ook wel dat als je de 30 ongeveer passeert, dat je
dan heb je dat gewoon minder. Ik heb gewoon geen tijd om elke keer zo'n zeurende, zuigende zuignap in mijn nek te hebben. Op het moment dat iets bij mij te veel wordt, dan kan ik dat gewoon qua energie er niet bij hebben. Ik wil mensen ook graag helpen. Dus dat. En dan heb je natuurlijk nog de relatie. Gewoon je relatie. Everything's amazing. Since I've been with you. Geheid dat als ik iets meemaak, dat ik eigenlijk direct mijn telefoon wil pakken en alles met hem wil delen. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat wanneer je geen relatie hebt, dat jij echt behoefte hebt aan zo'n BFF, zo'n best friend. Zo iemand waar je gewoon altijd alles continu mee deelt. Dat is gewoon super belangrijk. Het is heel erg fijn om te weten dat iemand anders altijd een luisterend oor voor jou is, er daar voor jou is. En ja, dat is in mijn geval gewoon wel mijn relatie. Het gezin is nummer 1, het allerbelangrijkste voor mij dan. Mijn ziekte is niet zichtbaar. Ik moet vaak dingen afzeggen, dat begrijpen mensen niet. Ik heb nog nooit zo'n goede vriendin gehad waar ik 100% op kon bouwen. Voel ik me wel eens eenzaam? Ja, omdat ik best beperkt ben. Vrienden zijn sociale contacten om ermee op uit te gaan. Niet in een isolement te raken. Weet je, je kan wel zo makkelijk zeggen van, ja, mijn vrienden, die zijn er altijd voor mij. Ik hoef ze niet zo vaak te spreken, weet je wel. Ik spreek ze 1 keer per half jaar, maar ik weet dat het goed is. Nee, want ze zijn er helemaal niet voor jou. En op het moment dat je dat realiseert, kun je echt wel even denken van, ligt dit aan mij? Heb ik te weinig contact met ze gezocht? Waar ligt dit aan? Houden er wel mensen van mij of sta ik helemaal alleen voor? En ik weet niet of veel mensen van jullie dit hebben meegemaakt, maar ik heb in ieder geval wel dit punt een keer bereikt in mijn leven. Dat ik zoveel oppervlakkige vrienden had, zoveel fase vrienden. En op dat moment was mijn vader overleden en zat ik gewoon echt alleen thuis. Ja, dan kijk je maar een beetje gewoon naar je telefoon van oké, niemand laat iets van zich horen. Eigenlijk kan ik bij wijze van spreken gewoon in de vuilnisbak voor de deur gaan zitten en mezelf laten ophalen door het afval, want niemand heeft het toch in de gaten. En dat zijn al momenten dat je echt even jezelf gewoon bam eruit moet trekken en gewoon moet denken van hey, fuck it, self-love. Ik hou van mezelf en ik heb geen vrienden nodig om er bovenop te komen, want dit is mijn leven, niet iemand anders je leven en je moet het zelf doen. En natuurlijk is het fijn als je een uitlaatklep hebt, als je je ergens bij voelt horen. Het is allemaal heel erg fijn, maar op bepaalde momenten moet je het gewoon echt zelf redden en daar word je alleen maar sterker van. Een meisje tussen, die heeft me een bericht gestuurd en die heeft verteld van ik had ook een vriendengroep, er is ook iets gebeurd waardoor ik erachter kwam dat ze eigenlijk toch niet zulke goede vrienden waren. Maar goed, puntje bij paaltje heeft ze die relaties verbroken en nu op dit moment heeft ze geen vriendinnen. Maar toen zei ze dus, als je straks op mijn Instagram gaat kijken, en dat heb ik dus uiteraard ook gedaan, want ze zei dat, dus ik dacht nou dan ga ik ook kijken ook, dan zie je wel allemaal foto's in groepjes met andere meiden. En toen ineens dacht ik, wow, het lijkt op jouw Instagram gewoon echt inderdaad alsof jij een meisje bent met echt superveel goede besties en weet je wel, alleen maar groepsfoto's en samen met meiden en supergezellig. Maar zij zegt dus, zijn allemaal oppervlakkige kennissen. Dit zijn helemaal geen vriendinnen. Blijkbaar zijn dit dus ook geen mensen die voor haar klaar zouden staan als er iets zou zijn met haar. Misschien kennen ze haar helemaal niet goed genoeg. Maar zij zei dus, ik heb deze foto op mijn Instagram gezet om mezelf te bewijzen tegenover mijn oude vrienden. En ik denk dat dit heel erg veel gebeurt op Instagram. Want we hebben het altijd maar over Instagram. Het is zo nep, want het is gefilterd. Maar hebben we het eigenlijk ook over dat we
dingen op een bepaalde manier laten zien, zodat het lijkt alsof we veel vrienden hebben. Maar eigenlijk is het natuurlijk gewoon vette bullshit, want heel vaak ben je helemaal niet zo goed bevriend als dat op die foto staat. Ik kwam hier zelfs een keer een foto tegen waar ik op sta met een meisje en ik weet niet, serieus niet, wie diegene is die naast mij staat en haar arm om mij heen doet. Blijkbaar. Ik heb geen idee wie het is. Waar komen nou eigenlijk de problemen vandaan? Roddelen is namelijk iets waar veel problemen ontstaan. Maar roddelen is eigenlijk heel erg normaal. 65 tot 90% van de dagelijkse gesprekken zijn roddels. Dus wij roddelen wat af, joh. Ja, serieus. En het hoeft natuurlijk niet altijd negatief te zijn. Maar ik denk van die 65 tot 90% van dagelijkse gesprekken zijn roddels. Dat daar toch echt wel een heel groot gedeelte van gewoon serieus negatief is. Maar roddelen doen wij met een reden. Eigenlijk is het heel natuurlijk. Roddelen helpt ons namelijk om een sterkere band met elkaar op te bouwen. Je kunt jezelf dan namelijk identificeren met iemand. Je kunt polsen of diegene hetzelfde denkt over bepaalde dingen. En zo krijgen we een sterkere band met elkaar. Ik merk aan mezelf dat ik mezelf eigenlijk best wel vaak indek wanneer ik roddel. Dan zeg ik ja, maar als deze persoon dat wil weten van mij, krijgt hij het zelf ook door. Ik kan best wel, weet je wel, echt wel gewoon zeggen wat ik denk. Maar ik moet wel heel eerlijk zeggen dat het wel een beetje ligt aan de persoon waarmee ik te maken heb. Een persoon die wat geslotener is, kan ik sneller gewoon mijn mening geven tegen diegene over wat ik vind van diegene. Als iemand best wel dominant is, dan ben ik zelf weer een beetje afhoudend en dan durf ik het misschien niet zo heel erg. Dus eigenlijk is dat natuurlijk ook niet helemaal waar dat ik altijd alles maar zeg tegen iedereen. Ik denk dat dit ook een onderwerp is wat niet vaak genoeg aangebroken wordt. Ik heb me zelf in de laatste tijd best wel vaak buitengesloten gevoeld. Als ik bijvoorbeeld op een borrel binnenkom lopen van een bedrijf, van iets. Ik moet vaak in mijn eentje. Ik vind het ook niet nodig om altijd iemand mee te nemen. Want zakelijke dingen gaan om mijn ding, om mijn bedrijf. Waarom zou ik daar continu mijn vriend bij gaan meenemen? Daar hebben we ook gewoon allebei echt geen tijd voor. Maar dan kom ik binnenlopen en dan serieus, soms is er gewoon echt niemand. Niemand die een praatje met mij maakt. Ik ben in het afgelopen jaar denk ik 3 keer op een event gewoon weggelopen. Het voelde gewoon niet alsof ik erbij hoorde. Het voelde gewoon alsof mensen mij gewoon echt serieus niet zagen staan. Alsof ze gewoon door me heen keken. Alsof ik daar gewoon totaal niet was. Ik heb ook gewoon echt serieus vaak gehad dat ik mensen echt aankeek en gedag zei. En dat ze gewoon mij niet zagen of zo. Ik heb me vroeger zo vaak buitengesloten gevoeld dat ik heb geleerd om daarover te schrijven. Dit zijn al mijn dagboeken. Het is ook bewezen dat als je je buitengesloten voelt, dat het gewoon echt kan voelen als gewoon serieus een klap in je gezicht. Als gewoon echt fysieke pijn. Nou, dit was dus mijn paard. En dat is een van de beste dingen die mijn moeder voor mij heeft kunnen doen. Want een paard, die heeft zulke grote oren. Het was gewoon echt een luisterend oor voor mij. Ik heb al mijn problemen gedeeld met dit paard. Ja, dat was echt mijn redding. Zo lief. Mij is het weer een onsamenhangend verhaal geworden. Ik heb geprobeerd om er een soort van structuur in te krijgen. Maar het gaat me nooit lukken. Dankjewel voor het kijken in ieder geval. Ik zie jullie in de volgende Disney. Of gewoon weer in de komende vlog. Morgen. Doei.